Het gemeentebestuur van Asten hield op woensdag 9 januari de nieuwjaarsreceptie in gemeenschapshuis De Klepel. Burgemeester Hubert Vos hield er zijn nieuwjaarstoespraak. Dames en heren, welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Fijn dat u toch weer bent gekomen, samengekomen in De Klepel. En velen hebben ik en ook de collegeleden al zojuist persoonlijk de hand gedrukt met de beste wensen voor het nieuwe jaar. En graag, eigenlijk wil ik ook van deze plaats, mede namens de Raad en het College van BMW, u en uw dierbaren een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2019 toewensen. Het is een goede gewoonte om kort naar 2018 te kijken en vervolgens het nieuwe jaar 2019 betekenis te geven. Vorig jaar was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, met in Asten een goed opkomstpercentage van bijna 60%. Vlotte uitslagen en een mooie verkiezingsavond in De Klepel. We namen op een gepaste manier afscheid van 6 raadsleden, waarvan 3 met een onderscheiding van de koning en van 2 wethouders met een lange staat van dienst. De coalitie was snel gevormd. Er kwam een akkoord op hoofdlijnen dat aansluit bij de andere manier van werken en de raad benoemde 2 nieuwe wethouders. En we kwamen snel weer tot de orde van de dag. Het fietspad langs de Meijertseweg werd geopend. Er waren gelukkig weer volop bouwplannen, her en der hijskranen te zien en Florapark bruist. Sociaal team Asten staat in een nieuw jasje, klaar voor de inwoner op het gebied van WMO. Jeugd, participatie en welzijn, dicht bij de inwoner, ondersteuning dichtbij. Met de metropoolregio was er een zonnepanelenproject De Groene Zone gestart. Met vele gemeenten, waaronder onze gemeente Asten, maar ook daadwerkelijk in Heusden, hebben wij laten zien dat zonnepanelen op een waterberg of dus een bufferzone erg goed passen. De eerste 0 op de meterwoningen door bergopwaarts zagen het licht. In het proces om te komen tot een nieuw gemeenschapshuis voor Asten zijn samen met inwoners en gebruikers wezenlijke stappen gezet om tot de keuze in 2019 te komen. Het strategisch huisvestingsplan primair onderwijs Asten is in samenspraak met de schoolbesturen vastgesteld. Het café in Ommel is behouden gebleven. Anneke de Bruin werd afgebroken. We ontvingen 1,3 miljoen euro uit de stroppenpot sociaal domein en hopen dat dit ook meegewogen wordt in de nieuwe verdeelsleutels die voor 2021 op de rol staan. We maken concreet werk van de wens van de inwoners en gemeente om meer verantwoordelijkheid en initiatief te laten. Getuige het behoorlijk aantal kleine burgerinitiatieven die weer succesvol zijn verlopen. Ik heb het over de kleine, er zijn ook grote. De Kwiek beweegroute in Ommel. Herkenbare vuilniszakken voor de stichting SAS voor het opruimen van zwerfafval. Of een bijenbos gemaakt met leerlingen van het Varendonker College zijn daar recente voorbeelden van. We gaan steeds meer aan de voorkant bij inwoners informatie ophalen. Denk bijvoorbeeld aan de pilot vrijkomende agrarische bebouwing in Heusden. Of de binnenkort geplande bijeenkomsten over huisvesting van arbeidsmigranten in de 3 kerkdorpen. Met zulke stappen ontstaat een belangrijke basis voor de maatschappelijke opgave vitale democratie in Asten. Eigenlijk is het een programma wat we de komende jaren gezamenlijk verder gaan opbouwen, gaan invullen. De kern van dit verhaal is dat inwoners en de gemeente de dialoog aangaan met elkaar en een primaire houding tonen te luisteren. Dat vraagt van beide, inwoners en gemeente, iets dat steeds essentieeler wordt
naarmate grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk worden aangegaan. Dit vraagt een verandering, maar met de Asselse ondernemings- en gemeenschapszin gaat dit lukken. Loopt het lekker in Assen? Jazeker. Maar er zijn ook minder positieve zaken. Er dreigen financiële tekorten, gelet op de in 2019 aangekondigde scenario-discussie. De verbreding van de A67 tot aan Asten is voorlopig van de baan. De perikelen rondom de scholenhuisvesting in Asten duren voort. 2019, een nieuw jaar. Ambities, wensen, goede voornemens, maar ook een vraagteken: hoe zit het met onze financiële armslag? Veiligheid blijft voor ons een topprioriteit. Asten is een prettige en veilige gemeente en dat moet vooral zo blijven. Dat doen we met elkaar. Dus niet alleen met de politie en met de brandweer, maar ook met de burgers. Door samen alert te zijn en als het nodig is ook maatregelen te treffen. Ondermijnende criminaliteit, drugs en drugsafval blijven om aandacht vragen. In maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en een nieuw waterschapsbestuur. Het doet mij deugd dat uit Asten, zegt de regio De Peel, goede kandidaten zich beschikbaar stellen voor een vertegenwoordiging in deze overheidslichamen. Het is, dames en heren, belangrijk om volksvertegenwoordigers in positie te brengen. Het opkomstpercentage voor de genoemde verkiezingen waren in 2015 respectievelijk 49% en 44%. Ik roep bij de start van dit jaar de inwoner op om zijn stem uit te brengen en met deze kandidaten ruim boven de 50% uit te komen. Daarna zijn er in mei opnieuw verkiezingen, maar dan voor Europa. En eigenlijk is het in dat verband ook erg belangrijk om gebruik te maken van je democratisch recht om te stemmen. We zetten opnieuw andere, maar wel concrete stappen om de toekomstagenda 2030 verder uit te voeren. Ik blijf het zeggen, we hebben op inhoud 4 maatschappelijke opgaven en die zijn leidend. De transformatie van het buitengebied, vitale kern, centrumontwikkeling en klimaat en energie. Door hiervoor de komende maanden programma's in de Raad vast te stellen, wordt zichtbaar waar wij gezamenlijk inwoners, maatschappelijke partners, gemeenten aan gaan werken, blijven werken en met welke projecten, initiatieven we gezamenlijk aan de slag zijn of aan de slag gaan. Om het een beetje wat concreter te maken. Er komt dit jaar duidelijkheid over een nieuw gemeenschapshuis. Er wordt volop gebouwd in onze gemeente. Er wordt gestart met de bouw van een woningbouwproject Wonen aan de Linde in Asten. En ik verzeker u, Lovenbos 2 wordt voor de zomer bouwrijp gemaakt. Herinrichting van het burgemeester Ploegmakerspark. Aanpak leegstand, dat hoort bij die centrumontwikkeling. Maar ook iets anders. We vieren in 2019 met een doorloop naar het jaar erop 75 jaar bevrijding. En in Asten en in De Peel worden tal van activiteiten opgezet. Vrijheid loopt ook als verbindend thema door het gehele museumprogramma van Klok en Peel, dat toevallig dit jaar ook haar 50-jarig jubileum viert. Het rekenkameronderzoek en de evaluatie aanstaande van het sociaal domein in De Peel moeten aanknopingspunten hebben om na een start verder te verbeteren. Dat kan. Goede informatievoorziening is nodig om een grip te krijgen op deze veelomvattende taak. En om het heel bazaal te houden, we boeken ook meer succes in de dienstverlening en dat willen we ook meten. Dat vragen we ook aan die burger. En we blijven dus meten of dat ze tevreden zijn.
als wij een internetmelding openbare ruimte vragen, om dat via internet aan te geven, dan vragen wij in dit jaar ook aan de melder of dat rechtstreeks persoonlijk overleg gewenst is. En onze wijkmedewerkers die gaan dan op het gesprek aan. Het is een voorbeeld, maar het gaat wel over de openbare ruimte. Lopende burgerinitiatieven ontwikkelen zich verder. Ik verwacht toch veel van het initiatief van de zorgwoning Opportunitas, het terrein. Het moet maar eens duidelijk worden hoe het gaat met de renovatie van het Forstemansplein of het processiepark in Ommel. En een nieuwe lood, ik zeg het algemeen, is hoe gaat dat met dat grote initiatief om plus 1000 inwoners in Ommel te faciliteren? Dames en heren, het zijn vragen, het zijn initiatieven. Ik kom tot een afronding. Wij gaan samen verder en we zetten ons in voor het belang van onze gemeenschap. Ik dank u wel. Thank you.